Je in het fenomeen armoedeangst maakt geld echt gelukkig. Daarover en meer gaan we het hebben in deze podcast. En uiteindelijk maar... zou je ook nog in je auto kunnen gaan wonen, toch? Hoezo was je van plan om het uit te maken? <laughs> nee, nee, hoor. Je hebt nog steeds niet dat je denkt: uh, ik ga even uh, iets van een cursus of een uh, coach of wat dan ook daarin zoeken. Op financieel vlak uh, dat vind ik lastig, want het kost geld. <laughs> <laughs> Waar kan je echt kwaad om worden en waarom? klantenservice service die je niet serieus neemt. Ja. En hebben we deze week meegemaakt, Ja, we hadden een paar weken geleden volgens mij wel gezegd dat we een bank hadden gekocht. Dat er iets mee aan de hand was en dat we er ziek van zijn geworden. Althans, <laughs> ik weet niet of dat in een podcast... Ik weet niet meer waar ik wat deel. Nee, volgens mij is Instagram, dat... Instagram. Heb ik het niet meer Ja, Instagram even gedeeld. En ja, uh, nou, ik werd inderdaad niet zo serieus genomen aan de telefoon. Uh, ik heb er een hele video over gemaakt. Of die staat al online of die komt nog online. Die kan je checken. Ik wil nog iets anders even delen, want op dit moment als we dit... Uh, als dit online staat, dan hebben we op vetgezellig.shop een hele exclusieve oplage van de overprikkeld items. Hebben we hebben een half jaar geleden in samenwerking met Jasmijn negen custom truien gemaakt. Ja. 3 in S, 3 in L en 3 in M. Ja, ik zeg het een beetje door elkaar, maar Maart goed, niet goed het klopt wel. Uh, en elke, elke trui is echt anders. Uh, mocht je daar meer informatie over willen, ga vooral naar de link in de beschrijving. Uh, op is op, en het zal ik nooit meer terugkomen waarschijnlijk niet nee. nou deze niet in ieder geval. Nee. oh en wat wel leuk is om te zeggen, waar we het ook voor gedaan hebben, is dat alle winst die we maken naar het goede doel gaat namelijk autismefonds. ja. dus uh, vinden we wel mooi omdat we overprikkeld items maken om nog eens een keer wat terug te doen. dus mocht je een trui kopen, hij is super uniek en je uh, support ook nog eens een goed doel ermee. voor mij heb jij een onderwerp een heel groot Leven, onderwerp dan, uh, gekozen. wat is het onderwerp? geld. Geld. Ja. En in, en, welke, uh, in welke zin uh, dat um, ja, eigenlijk het onderzoeken of dat echt invloed heeft op je mentale gezondheid. Oké. Okay. Dus of je bijvoorbeeld van die... Of van die Van die Financieel um, stabiel bent. Ja. Yeah. Of uh, schulden hebt. Dat soort dingen. Ah oh, ja, oké. Okay. Dus uh, mijn vraag aan jou is. Ben ik financieel stabiel? Heeft uh, geld een grote invloed in jouw leven? Uh, dat is een, uh, een vraag die je weet, toch? Neem ik aan, je weet het antwoord al. Dat weet ik eigenlijk niet. Natuurlijk ja, wel. Je weet dat dat een grote invloed heeft in mijn leven. Ja. Maak me altijd zorgen. Oh ja, maak je altijd zorgen om geld. Ja. ja. ja ik bedoelde eigenlijk uh, in de zin van: uh, ja, je bent er eigenlijk veel mee bezig, dus? Nou ja, niet op dagelijkse basis, maar wel omdat je een bedrijf hebt dat je moet runnen en uh, werknemers, dan heb je wel altijd de druk van: oh fuck, ik moet wel geld verdienen. Mm -hmm. In een, in een mooie, mooie wereld heb ik het er echt nooit over. Yeah. Uh, wil ik er ook niet over nadenken? Mm -hmm. uh, want geld boeit me eigenlijk. Nou ja, nee, het interesseert me trouwens, dat is, dat is slecht gezegd. Want ik, het boeit me juist wel. Want ik wil juist rust voor mezelf kunnen creëren. Yeah. Want ik zeg altijd van het boeit me niet, maar dat is eigenlijk gewoon helemaal niet eerlijk. Ik wil altijd overkomen alsof ja. het me niet boeit, maar het ja. boeit me wel. Want ik wil juist allemaal toffe dingen kunnen doen... en daar heb je gewoon geld voor nodig. Dat is nou eenmaal de wereld waarin we leven. Nou, en de wereld waarin we leven vindt het ook erg belangrijk... dat geld ons niet zou moeten boeien, toch? Ja. ja. Je mag als mens eigenlijk niet graag veel geld willen... want dat wordt gezien als hebberigheid. Ja, in Nederland is het vooral ook al een ja, in ding, in Nederland hoor. wel veel ook, ja. ja. Um, dus ik heb altijd tegen mezelf gezegd... ja, geld boeit me niet, maar... dat zei ik eigenlijk altijd omdat ik dacht van... Hmm, Durf niet te zeggen dat het me wel boeit, omdat je dan anders hebben overkomt. Mm -hmm. Maar het boeit me wel, want ik wil gewoon uh, genoeg geld hebben om uh, dingen te kunnen doen, ja. om, uh, om, om projecten op te pakken. Kijk, ik ben niet iemand die ik, ik zou mijn werk nog steeds doen, ook al zou ik er niks mee verdienen. Ja. Want ik vind het leuk om te doen. Maar op een gegeven moment, dat is wel omdat er iets tegenover staat, dat het, het leuker nog maakt, toch? Dat klopt. En ik zou het kijk, ik zou het niet kunnen doen als ik er geen geld aan verdiende. Nee, nee, precies. Heerlijk, dat gaat gewoon niet. Ik, nee, ik dan zou niet, je weer terug gaan naar thuis. Uh, nou, ook niet, want mijn vader Video's kunnen opnemen, maar ja. Oh, oh thuisvideo's, oh, zo bedoel je. Ik dacht dat je weer bij mijn vader moest gaan leren. Nee, maar de video's die jij opneemt, daar moet je ook geld voor hebben. Want je moet eten kunnen, die je producten kunnen halen. Ja, ja. Ja, en het zijn natuurlijk niet producten waar... Kijk, soms hebben we producten waar we ook van s'avonds kunnen eten. Maar de meeste producten zijn niet eten wat je gewoon als eten nee. eet. Nee, en stel je voor dat je een thuisbezorgd video wil maken, ga dat maar eens doen als je op een budget uh, leeft. Ja, nee, dat is het ook. Hè. Een gemiddelde food video kost bij mij wel tussen de 50 en de 100 euro, minimaal. Mm -hmm. um, en het levert meer gelukkig op dan dat, maar eigenlijk niet genoeg nog mm -hmm. steeds. Het is bij YouTube heel erg uh, moeilijk om te wisselen. Ja, is heel wisselend. Maar ik heb wel geleerd inderdaad... Om, om, om eerlijk tegen mezelf te zijn en te zeggen: van nee, geld interesseert me wel. Ja, maar dat is goed, toch? Ja. Want ik denk dat het misschien raar gezegd is van ja, kijk, het geld maakt niet per definitie gelukkig. Dat weten we allebei wel. Maar het heeft wel heel veel het geeft wel heel veel mogelijkheden die wel gelukkig kunnen het maken. Het geeft veel rust en, uh, en, en uh, tenminste als je het op een goede manier inzet natuurlijk, voor jezelf. Mm -hmm. Kijk, je kan ook altijd meer, 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 meer willen. Ja. Maar je kan ook tegen jezelf zeggen van kijk, ik zou het liefst een ton op de bankrekening hebben staan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, daar ga ik naartoe uh, sparen de komende jaren als ik dat heb dan zal ik een nieuw doen maar dan heb ik in ieder geval die tonnen en dan is het weet je wel dan voel je een soort van rust ja. hoop ik voel je <laughs> een dan een soort van rust nou ja ik heb wel dat... wat meer achter de hand staan al moet ik wel zeggen ik merk wel dat mensen die dat wel hebben met spaargeld, ik denk vooral oudere mensen dat misschien wel herkennen, die dan spaargeld misschien zouden hebben, ja. die dan het moeilijk vinden om het uit te geven. Want dat ja. is wel op een gegeven moment met spaargeld zo. Ja, wanneer ga je het uitgeven? Ja. Wanneer is het punt dat je denkt: van oh ja, nu hiervoor had ik gespaard, dit ga ik, daarvoor ga ik het dan uitgeven? Nou, dat zie ik wel vaker ook in mijn omgeving en in mijn. Uh... Jeugd en zo, dat um, wanneer mensen heel erg zuinig zijn... Mm -hmm. dus bijvoorbeeld sparen voor de toekomst... en die toekomst die komt er uiteindelijk... ja, de toekomst vindt dan ook maar een vaag uh, begrip... Mm -hmm. en dan kunnen ze het geld niet meer uitgeven... omdat ze gewoon zo gewend zijn om zuinig te doen. Dat voelt... alles wat je dan daarvan zou kopen voelt gewoon zonde. Heel yeah. erg zonde. Ja, yeah, yeah. yeah. Het is een soort van mindset dat je jezelf dan... Uh, uh, waar je jezelf toelegt van ik ga sparen... Yeah ik ga heel zuinig doen, zodat ik later een lekkerder leven kan leiden. Mm -hmm. Maar dat later, dat gaat er waarschijnlijk, of nou ja, waarschijnlijk vaak niet komen, omdat je zo in die mindset zit van besparen. Ja. Want alles voelt gewoon uh, zonde. Ja, ja, ik kan me dat ook wel ergens voor. Ik kan het me wel ergens voorstellen. Overigens. Ja, want ik heb zelfs ja, soms zeker. ook. Dan ben je aan het sparen en dan denk mm -hmm. je, oh ja, maar hier, ik, ik spaarde juist om. Te... Laatst hadden we, uh, ging de wasmachine kapot. Ja. Yeah. En gelukkig spaar ik al sinds mijn uh, 19 Dus ik kan gewoon wel dat kopen. Mm -hmm. Maar toch voel je even van ah ja, fuck. Ja. Uh, dit is waar, ja, is waar je voor spaart. Dit was altijd mijn vader zei: van ja, als was misschien kapot gaat. Moet je wel iets <laughs> achterhand hebben om te kunnen. Weet ja, dat, uh, dat is alleen maar goed. Toch? Maar dan komt het moment en dan denk je, ja, kut ja, nu moet ik het gaan uitgeven. Ja, de zonde. Want je denkt, ja, dan wil je het liever uitgeven aan iets leuks. Maar aan de andere kant, we hebben nu wel superveel profijt van dat het een goede. Mm -hmm. Hij is heel stil. Ja. Hij gaat sneller, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij was, be nee, hij hij was niet, wel beter. Hij gaat niet sneller, maar die andere die was wel. Ja, er zat iets uh, in, omdat hij gewoon wat ouder is en. Hij was gewoon oud. Ja, dus nee. de was was niet altijd even fris het meer. Nee, maar dus uiteindelijk hebben we er profijt van, maar het is niet. Toch vind ik het ook wel lastig, want waar spaar je voor? Weet je wel? Wij zijn niet echt mm -hmm. vakantiegangers, dus als je aan een vakantie, vind ik dat zou ik dus weer wat. Nou, dat vind ik dus heel erg zonde. Vind ik zonde, maar. Aan de andere kant, als ik een, een vakantie bijvoorbeeld, we zouden een roadtrip doen, mm -hmm. dat zou geld kosten, dan zou ja. ik het wel weer leuk vinden om dat een je een ervaring hebt. Maar aan de andere kant, ook is het lekker om te relaxen. Ja, maar ik vind zo'n relax-vakantie echt overdreven prijzig. Ja? Nou ja. Het ligt er ook allemaal aan hoe snel je spaart natuurlijk. Ja. Maar stel je voor dat je met tweeën weg zou winnen. Ja. Nou, dan ben je per persoon ben je echt wel. 800 euro kwijt en dan zit je op de, op de budget vakantie. Ja. Ja, het ligt eraan wat je gaat doen, hè? maar als je ja, zou ja. willen vliegen mm -hmm. en, en naar een resort bijvoorbeeld zou willen of uh, zoiets, uh, gewoon een eiland ergens. Ja, ja, ik denk niet, ik weet niet, ik heb niet meer de prijzen gecheckt. Vroeger ging ik nog wel eens was nog eens voor 300, 400 euro, maar dat lijkt me nu niet meer. Nee, vliegtuigen zijn zo, mm -hmm. best wel duur geworden. Ja, ik ja. vind het toch lastig. Want jij, hoe zit jij dan met geld en inderdaad je mentaal? Ja, mentaal is ik helemaal aan de grond genageld op dit moment. nee heel oh geintje. Nee, ik, uh, ik kan uh, sinds wij samen wonen eigenlijk voor het eerst sparen. Ja. En dat is heel fijn, uh, want dat heb ik nooit gekund. Nou, tenminste, ik kon het wel, maar dan, dan heb je het over 50 euro per maand. Nou, dat, dat, je, je spaart het omdat je denkt, inderdaad, de wasmachine... Kon je dat en, wel eens 50 euro per maand? Ja, dat lukte wel. Okay. Maar je spaart omdat je weet voor de wasmachine, voor de... Nou, er gaat wel eens wat stuk, een tv of een... Uh, uh, als je iets nieuws nodig hebt... Um, er zijn ook maanden geweest dat ik dat niet kon, hoor, want mm. niet iedereen, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Als je niet elke maand is even stabiel, uh, nee. soms uh, geef je wel eens wat meer uit aan eten, mm. soms heb je wel eens uh, nieuwe kleding nodig, nieuwe schoenen. Nodig? Ja, dan uh, ja. Doen wel. Ja, als je dan <laughs> een hele, als je je enige paar sneakers hebt afgetrapt, moet je wel nieuwe ja, kopen, moet toch? Je wel, ja, ja. Maar uh, uh, nu kan ik sparen. Ja. En uh, gelukkig ook gewoon genoeg sparen. Hoe ging je daar toen mentaal mee om toen het niet kon dus? Want toen had je minder geld. Ja, ik heb me altijd een soort van... Uh, ik ben, ik ben niet zo, daarin niet zo negatief voor mezelf. Zo. Of, nou ja, je moet het eigenlijk voor jezelf wel gewoon positief houden, vind okay. ik. Dus ik dacht gewoon, dit is wat ik heb. En uh, ik kan daar gewoon mijn huisje mee betalen. En als ik zou willen nog iets leuks kopen. Dus ik zag het allemaal niet zo zwaar in hoor. Nee? Dus niet dat ik dacht van, uh, tuurlijk droom je wel eens over dat je, dat je kan sparen, omdat je zo graag, ja, ik wilde heel graag een, een computer kopen. Nou ja. Dat ik werkte op een oude laptop die ik gekregen had. Um, van uh, wie had die gekregen? Maakt dat uit? Nee, nou ja, goed. <laughs> um, familie in ieder geval. Als ik er blij mee hoor, dat ding deed ik het ook gewoon goed. Maar wat ik graag wilde, um, daar had ik wel een iets betere uh, computer voor nodig. Ja. Yeah. Uh, dus Photoshoppen en Illustrator en mm. InDesign. Um, dat is natuurlijk mijn hobby's. Maar daar heb je jaren voor gespaard, toch? En dan wilde ik zo graag... Nou ja, en dan... Na een paar jaar had ik op zich wel een bedrag staan dat ik eventueel een tweedehands kon kopen, maar ik kon het toch niet over mijn hart verkrijgen. Er dus zat een bedrag staan mm. en dan dacht ik, dan moet ik het aan één ding uitgeven. Mm. En wat is nou die wasmachine? Een stuk Dat heb ik nooit gedaan. Mm. En uh, toen met jou, toen ik eindelijk kon sparen, toen kon ik uh, uh, ja, mijn droom kopen. En dat was een iMac. Mm. Nou, daar ben ik helemaal blij mee. <laughs> <laughs> maar hoe zat het dan destijds? Want je zegt, ik, ben daar, ik was daar niet. Uh ik probeerde positief te bekijken ja roeien met de riemen die je hebt denk maar ik. Ja. had je dan potjes of zo waar je aan dingen uitgaf of hoe um, nee ik probeerde gewoon zuinig te doen ik woonde ook in mijn eentje dus ik had er met mezelf te maken qua eten dus uh, als je eens een keer uh, als ik sorry dus als ik een keer iets buiten de deur wilde doen, bijvoorbeeld naar de bio's of ergens buiten de deur wat eten, dan wist ik ook dat ik zuinig aan met eten kon doen. Ik had met niemand anders te maken dan mezelf. Ja, ja. Dus dan kan je dat natuurlijk gewoon doen. Um, maar je liet wel eens een avond, een uh, sloeg je over? Te, of, nou, genoeg. Dan, ja, vaak genoeg. Maar ik had, ik heb ook een hekel aan koken, dus hoef het niet zo zwaar te maken. Ik vond het gewoon verschrikkelijk om te koken. Ja. Dus ik heb heel vaak inderdaad ook brood at, of, uh, nee. of, uh, of ja, sla simpel, wat je bij elkaar kan gooien. Ja. Dus uh, niks bijzonders. Ja, als, als tiener of als, uh, ja, tiener en, 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 en student. Kijk, ik weet dat heel veel mensen altijd bijleenden en zo en dat wilde ik dus niet doen. Want ik dacht van ik wil niet met een schuld zitten. Mm -hmm. Waardoor ik ook nu geen schulden heb, ja. geen studieschulden. Want mijn op, daar heb ik dan wel geluk mee. Mijn opleiding werd door mijn pa betaald. Uh, maar ik woonde thuis en ik gaf eigenlijk heel weinig uit, en ik werkte ernaast met video maken en zo. Ja. Maar ik had eigenlijk heel weinig geld altijd als, 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 als twintiger. Ja. Heel oh, prima hoor, mm -hmm. ik kon er gewoon mee rondkomen, maar het was niet veel. Nee. Uh, maar ja, ik was, had dan wel weer het geluk dat ik thuis woonde, natuurlijk. Dus ja. Dan, um, ja. Qua eten en zo hoeft je niet zoveel op te letten. Oh nee, natuurlijk niet. Nee. Uh, toen, ik, toen ik op mezelf ging samenwonen voor het eerst toen merkte ik wel van oh ja alles kost geld en dan zal mijn vader ook gezegd ja je weet het hè ook uh, dingen van uh, was uh, afwasmiddel en ja. dat soort shit en <laughs> ik dacht rekening, allemaal van oh ja dat, oh ja ja nou dat wist hij dus wel maar ik dacht eigenlijk wel altijd van oh, ik heb altijd een hoger bedrag in mijn hoofd zitten... als dat ik uiteindelijk kwijt ben dus ja? het viel me toen juist altijd wel mee oké okay. ik had niet veel geld we hadden sowieso niet zo heel veel geld maar we konden gewoon goed best prima rondkomen mm -hmm. uh, ik had gewoon kleine klusjes en ja uh, uh, yeah. Het ging wel wel een niet hele hoge uur toen. Dus toen maakte ik Maar ik maakte me wel altijd zorgen, want ik dacht wel altijd van... Ah ja, maar ik... Ik denk voor mijn gemoedsverstand dat uh, ZZP zijn niet het meest gemakkelijk is. Omdat je niet weet nee. waar je altijd aan toe bent. En je moet ja. van tevoren ook al uh, incalculeren. Bijvoorbeeld de afgelopen twee maanden heb ik bijna niet verdiend. Omdat ik al mijn opdrachten af had gezegd. En eigenlijk nog steeds. Dus ik verdien wel echt een stuk minder nu dan... De afgelopen maanden, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Maar dat calculeer ik in. En wat ik ook al zei, ik spaar goed. Dus, maar toch voel ik het wel. Dus ik, van de week dacht ik ineens van... ja, ik moet nu wel iets gaan doen. Dat snap ik, ja. Wel, ik heb wel wat dingetjes staan. En dat, maar het dat voelt altijd een beetje ongemakkelijk. Want ik denk van... ja, dadelijk is het in januari, februari, maart ook super rustig. Het is yeah. eigenlijk nu de beste tijd om campagnes en zo te doen. Maar ik doe nul. Nee, ja... Uh... Ja, dan is misschien een vast contract bij een baas prettiger, maar dan heb je ook niet heel veel ruimte om natuurlijk de tijd voor je mentale gezondheid uh, te nemen. Hoe doe je dat? Nou, het gaat nu toch even niet zo lekker, daarom heb ik oh, ook opdrachten zo, ja, nou ja, dan, zou je, dan zou je in de ziektewet zitten, toch? Ja, maar dat is ook geen plezier, Nee, door. ja, niet hè? Er zijn allerlei verplichtingen, ja. dus ik denk dat er, een, uh, dat er voordelen en nadelen aan uh, dit zitten. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, stel je voor hè, dat het nou niet lekkerder met je gaat en ja. uh, je besluit van het lukt allemaal niet meer. Mm. Het is niet zo'n leuk beeld om voor te, met, met bedrijf, te schetsen. Een ja, 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 bedrijf ja. en je, je wordt eigenlijk weer aangewezen op kantoor moeten eruit... Uh, werknemers moeten weg en ja. uh, aangewezen op jezelf. Denk je dat dat veel invloed zou hebben op je mentale gezondheid? Dat je weer eigenlijk van een kleiner budget moet gaan leven? Soms maar je denk, raak je gewend ook aan geld eigenlijk. Hè? Ja, want dat is het ook het ding inderdaad. Want je bent wel snel. Nou, ik kan ik beter aan jou vragen. Hoe snel raak je er aan gewend? Heel Alleen, snel? Jij, jij ja. hebt het echt een verschil gehad. Nou ja, het schijnt dus ook zo te zijn dat je 1 à 200, eh, dat je er heel snel aan gewend raakt. als je dat meer zou hebben mm -hmm. per maand. Ligt natuurlijk wel aan waar je vandaan komt, zeg maar. Mm -hmm. Maar um, als jij bijvoorbeeld, uh, uh, ja, dus misschien 100 of 200 euro meer verdient. dat dus je binnen een paar maanden ben je al gewend en dat bedrag ook uitgeven. Ja, ja. Ja, dus uh, uh, bent het? Ja zeker. Uh, maar ik denk dat het toch het geld uitgeven gaat bij mij nog wel met enige nadenkwerk Nou zie ik niet zien. Als je nee, naar zo'n land zit, is het school dus, hoor. Uh, <laughs> ik heb laatst eens dus rijlessen toch afgetikt. Ah, ja, ja, ja. En nou, dat is ook wel duur. Ik hoor. denk er nu nog wekelijks aan dat bedrag wat er afgegaan is. <laughs> ja, en ik heb, ja, dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet ergens gezegd. Maar ik heb uh, een lease-auto genomen. Althans, ik lease een auto. <laughs> Uh, die komt pas eind niet. november binnen. Ik kan hem binnen een jaar kan ik er ook weer vanaf. Dus dat is wel weer fijn. Dat gaf me een soort van gemoed, een uh, rust. Dat ik dacht: oké, okay, dan kan ik er na een jaar vanaf. En dan ben ik dat geld wel kwijt. Maar dan, dus mocht het helemaal fout gaan, daar moet je eigenlijk nooit over nadenken. Maar mocht het helemaal fout gaan, dan kan ik er nog vanaf. Mm -hmm. Uiteindelijk hoop ik dat die auto me juist meer gaat bieden. Waardoor ik meer video's kan maken en dat soort dingen. En ja. dan juist meer kan verdienen. Dus dat hij zichzelf gaat terugverdienen. En uiteindelijk maar... zou je ook nog in je auto kunnen gaan wonen, toch? Hoezo, was je van plan om het uit te maken <laughs> Nee <niet> hoor. <laughs> nee, maar het is wel handiger toch, als ik even ruzie met je heb, dan kan ik zeggen, hup, gaat die dan auto ga je wel in. lekker in de auto zitten. <laughs> Jij hebt eigenlijk ook een rijbewijs. <laughs> oh god, hou op hoor. Nee, maar ik vind, ik, ik vind vooral die stappen ook met geld zetten best wel lastig. Toen we naar ja. het kantoor gingen, toen dacht ik, oh ja. We hadden al, ik had al een kantoor, die kostte toen... Wat was dat ook weer? 250 euro volgens mij per maand. Mm -hmm. nou, dat is best te overzien. Maar deze werd wel twee keer duur, mm -hmm. nog iets meer zelfs. Um, ja, dan zit je wel te denken: van ja, kut, kan ik dat wel? Maar nou, ja, uiteindelijk flow je erin mee en dan lukt het wel. Kijk, het, is het, het fijne van uh, dat ik mezelf niet zoveel uitbetaal per maand. Uh, is dat ik dit soort dingen kan doen. Mm -hmm. um, en daar hou ik heel erg rekening mee. Maar het zou wel eens lekker zijn. En ik denk dat letterlijk iedereen het heeft, maar het zou wel eens lekker zijn om iets te hebben. Dat je denkt, oké, okay, ik weet zeker dat ik een x bedrag per maand binnenkrijg ja. zonder dat ik daar heel veel moeite voor hoef te dat doen. Dat snap ik, ja. Dat wil iedereen, dat is natuurlijk ook het fijnste om te horen, maar ik denk wel dat het zou kunnen. We zijn bijvoorbeeld met die... Wat mij bijvoorbeeld financieel heel erg in mijn hoofd altijd bezighoudt, is die webshop. Ja. Dat het kost gewoon echt klauwen met geld om zoiets mm -hmm. te maken. Het ik heb natuurlijk die hele video erover gemaakt, maar ik heb nu laatst uitgerekend wat ik dan per maand ongeveer kwijt ben aan die webshop, zonder dat ik dan iets heb. Dan ben ik al bijna 200 euro kwijt, zonder mm -hmm. dat ik iets heb. Hè. Dus dan als ik de maand dat ik niets verkoop, je. Ja. kost het me eigenlijk alleen maar geld. Ja. Dat calculeer je allemaal in en nu hebben we er ook mee bedacht dat we echt wel een standaard collectie online willen hebben staan. Want het is gewoon dom eigenlijk. En waardoor ik steeds in mijn hoofd daarmee bezig blijf. En het blijft altijd dat financiële gedeelte. Mm -hmm. dat, ik denk dat het, als het financiële gedeelte bij mijn bedrijf... Uit handen? Nou, uit handen niet. Maar als... als, als, als nee, want dan gaat iemand anders voor mij bepalen wat ik moet doen. Dat wil ik niet. Maar <laughs> als het financiële gedeelte wat minder aanwezig zijn, dus dat ik wat meer ruimte zou creëren ja. voor mezelf... Dan denk ik ook dat ik betere dingen kan maken. Omdat ik me minder hoef te focussen op. Van, oh ja, er, moet, er moet geld binnenkomen. Maar toch kies je voor een, een kantoor en Onzeker werknemers. Leven. En je kiest wel voor, voor eigenlijk de, de hogere maandlasten. Mm -hmm. Terwijl je ook had kunnen denken. Ik hou het gewoon klein en uh, ik verdien per maand wat nodig is. En that's it. Ja, dat zou kunnen. Maar dat wil je niet. Uh, uh, liefst wel. Wel. Nou. Nou, je wilt ook. toch ook dat is, dit, dit is goed? Ja, dat weet ik. Maar het liefst wel, kijk je ja. vraag aan <laughs> me. Het liefst wel, maar nee, het liefst ook niet. Nee, dat, dat zijn me twee toch, dingen: ja. je moet uh, geld hebben om leuke dingen te kunnen maken. Nou, ze zeggen, you need to spend money to make money. Ja. En dat is ook gewoon zo. En maar Precies. wanneer komt het punt dat je denkt: van, oh ja, ik hoef minder te spenden <laughs> en ik levert meer op? Ik, 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 ik weet gewoon er, ja, maar ik weet gewoon ergens dat ik iets niet goed doe. Ik heb ergens mm -hmm. de familie nog niet helemaal te pakken nee. voor wat, wat ik zie bij anderen die dat wel hebben, ja. die ook influencer zijn en dat soort dingen. Ja, je, moet eigenlijk, je zou eigenlijk kunnen kijken naar een manier... waarop je uh, wat meer steady inkomen hebt... Ja. zonder dat je daar elke dag voor hoeft te werken. Ja. Ja. Want dat zou mij mentaal wel helpen. Kijk, bijvoorbeeld de afgelopen weekend gooi ik alles van mijn telefoon af... Mm -hmm. en dan kijk ik ook nergens op. Ja. Dat is het eerste weekend dat ik dat gedaan heb. Ging het goed? Nou, ik moet zeggen, het creëerde wel wat rust, want, en dan, maar dan voel ik wel, ah fuck, ik moet nog wel kijken, want is er niet eigenlijk een opdracht binnengekomen of is er niet nog, zijn er niet nog spellen verkocht of weet ik veel wat, weet je wel. Um, ah, ah, het, het brengt rust op het moment dat je daar niet heel... Het brengt rust, terwijl je, het brengt rust op het moment dat je daar niet heel te mee bezig bent. Mm -hmm. En dat zou voor een stap zijn met financieel ook ook mooi zijn, ja. wat minder, Ik moet zeggen dat ik al veel minder. Ik keek voorheen, keek drie keer per dag op mijn rekening. Nou, ik kijk nu echt eens echt? in een paar dagen of zo. Ja. Ik kijk dus één keer in de maand of ja, zo. Ja, oké, okay, maar jij hebt niet uh, dat je ook echt. Schat, bij mij gaat er uiteindelijk per maand bijna 2500 tot ja, 3000 okay. euro. Moet ik wel. Rustig. Moet, gaat weg. <laughs> dus dan moet ik wel in de gaten houden of er niet ja, iets raars tussen ik. zit of zo. Eigenlijk heel goed, heel verstandig. Ja. Ik zou er ook wat meer mee bezig moeten zijn. Ja, maar dit is, ik kijk alleen zakelijk, zakelijk. Ja. Uh, privé kijk ik niet zoveel, ja. want dat, is, dat weet ik wel, dat is onze gezamenlijke rekening. Ik snap het schat, maar is het niet eens verstandig om je een beetje te verdiepen in hoe je... Uh, passief inkomen dan, kan Ja, passief inkomen, maar ook hoe je daarin voor jezelf wat meer rust kan creëren. Hmm. Want ik merk eigenlijk dat een heel groot aspect van jouw onzekerheden en angsten komt vanuit uh, financiële stress. Ja, ze noemen dat uh, armoedeangst. Ja. Yeah. Het schijnt een van de grootste angsten te zijn die er is. En dat mm -hmm. is ook een van de meest voorkomende angsten die ja. mensen hebben. Ja, uh, ja is, is echt kut. En ik, uh, uh, ja, dat is gewoon kut. Ja, ja want is het is slaat het nergens op. Want ik kan heel veel. En ik zou echt, ik, ik weet 100% dat er meer is te bereiken voor me dan dat ik nu door die angst doe. Ja. Ja, dat snap en ik, en ja. ook al heb ik mezelf echt wel geprobeerd, ook het afgelopen jaar. Ik ben op een goede stap, want anders had ik dat spel nooit gedaan. Uh, er zijn ideeën voor andere dingen waar ik ook geld aan uit moet gaan geven. Mm -hmm. Dat durf ik allemaal wel. Maar ergens denk ik altijd van ja, maar dadelijk valt alles in elkaar, weet je wel? Terwijl aan de andere kant het is nog nooit zo goed gegaan qua als ik naar cijfers kijk. Mm -hmm. uh, financieel dan misschien niet, maar naar cijfers in de zin van cijfers. Bekijks bedoel je? Bekijks, ja. Kliks. Ja. Maar toch weet ik dat niet goed om te zetten naar waardoor ik financieel misschien iets meer lucht voor mezelf mm -hmm. creëer. Ja, maar ik denk ook wel dat. Uh, maar hoe ja, kijk jij dan naar? Want, jij, nou, want ik, wij, wij ja, geven per maand. Ik wil eigenlijk uit. zeggen dat uh, qua ik ben tevreden en gelukkig geweest met weinig geld en uh, nu met meer geld ook tevreden en gelukkig. Ik denk dat het ook een deel is van binnen natuurlijk. Maar ik heb geen eigen bedrijf, dat vind ik ook lastig om te zeggen. Maar ik denk dat een goede relatie, dat je daar zelfs, ook als je minder geld hebt, dat je daar ook gewoon gelukkig mee kan zijn. En ik denk dat wij ook heel fijn leven kunnen hebben, stel je voor dat we veel minder te besteden. Ik denk soms wel van ja, misschien had ik gewoon niet zoveel moeten willen. En dan had je ook gewoon lekker rustig. Het komt ook uit een willen. Want dat is hetzelfde als waar wij nu bijvoorbeeld wonen. Dat wij het idee hebben: willen we willen ooit wat groters. Dan weet je dat er, dat er wat gedaan moet worden. Als wij iets groters willen qua wonen, dan moet ik, de financiële situatie moet wel echt keer twee gaan. Ja, maar anders, anders lukt dat gewoon niet. Dus dan weten we ook dat we wat willen. Dus dan moet je afvragen: wil je dat? Uh, of ben je zo ook tevreden? Ik denk, ja, ik ben tevreden. Ja, uh, ik ben maar, tevreden. Dit vaker, maar dit hebben we vaak in de podcast ja. gezegd: ik denk dat we qua woonsituatie prima. Vinden als het iets groter was geweest qua. Ja. Als het iets beter ingedeeld misschien was geweest. Ja, want het is niet per se inderdaad, ja het is maar 40 vierkante meter, maar het is ook nog eens onwijs onhandig ingedeeld. Ja. Dus dan, uh, dan denk daar wel eens over na. En ook uh, met uh, oog op de toekomst, dat je toch ook de mogelijkheid wil hebben, stel je voor ik ben uh, 35 en ik zou nog eens een keer aan uh, kinderen willen beginnen, mm. dan kan dat gewoon niet. Nee. Dus dan weet je gewoon dat er wat moet gebeuren. Ja, het kan wel. Je we hebt ook mensen die in tiny houses leven. Ja, in tiny houses. Maar we kunnen niet eens het huis ombouwen. Ik had nee. een, een kind een eigen plek. Ja, heeft. je zou natuurlijk een schot kunnen neerzetten. Allemaal hoekies. Ja. 40 vierkante meter aan de ja, hoeken. Maar ja, maar dat is... Ja, dat is ja, het dat zou is, allemaal kunnen. Er wel. zijn mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden. Kijk, dat, het is niet ideaal, maar het zijn nee. mogelijkheden. Ja. Alleen, kijk, doordat ik het, het pad bewandel wat ik bewandel... Mm -hmm. Uh, heb ik minder zekerheden. En, ja. uh, ik maar het biedt ook heel veel moois. Je kunt ja. leuke dingen doen. Ja. Dus eigenlijk wat je hobby is, kun je ook voor je werk uitvoeren. Mm. Uh, wat natuurlijk dan op een gegeven moment ook minder hobby wordt. Maar je hoort mij niet klagen, maar ja. als het over financieel gaat, ja, ik zit ja. er altijd zo in zorgen mee. Maar ik mm -hmm. vind het werk wat ik doe hartstikke leuk. Maar uh, als je zo heel erg uh, van de afstand naar de situatie kijkt, dan hebben we het hartstikke goed. Dus dan... Ja, je hebt misschien niet dat het uh, huis wat groter is dan je wenst, maar we kunnen leuke dingen doen. We hoeven ons niet zorgen te maken over uh, wat betreft eten kopen. Nee. En, um, en we kunnen gewoon onze vaste lasten goed betalen. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, ik, ik maak me eigenlijk daarom nooit zorgen. Het nee. enige waar ik me wel zorgen om maak, is uh, dat jij het zo zwaar maakt voor jezelf. Ik denk, het zou zoveel fijner zijn als je wat meer stabiliteit ook hebt op in je hoofd, zeg maar, qua. Ja. Dat je je financieel nou, kijk, niet zo zorg ja, om je opa het van zaken te geven. Ik heb nog nooit schuld gehad, maar ik ben heel bang om schuld te maken. Ja, snap ik wel. Je ja. hebt Dat... ook nog nooit schuld gehad, toch? Nee, 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 nee. nee. Nou ja. Wel. Je kunt uh, in het rood gaan, toch? Dat ja. deed ik wel regelmatig ah, okay, voor, maar okay. de volgende maand er weer uit. En ik weet ook hoe het is om met weinig te leven. Toen ik in Rotterdam Zuid woonde, hadden we ook echt niet zo heel veel hoor. Nee. Uh, en toen leefde ik ook van geld naar geld, wel van ja. wat, wat, wat ik kreeg. Ik had altijd wel een spaarrekening, want dat vond ik altijd belangrijk. Want ik weet gewoon dat ik dat, als ik dat niet zou hebben, dan zou ik helemaal gek worden. Ik ken me heel veel mensen die van uh, gewoon geld uh, van paycheck naar paycheck, maar dat kan ik gewoon niet. Dat lukt dat mij bizar, niet. is bizar echt nu je dat zeg. Ik heb ook altijd van geld naar geld gelezen, ja. inderdaad. Ja, dat kan bij mij gewoon niet. Dat is mijn werk is dat niet mogelijk met nee uh, ze, Dat nee. is waar, inderdaad. Um, ja, ik denk dat ik nog een hoop te leren heb. <laughs> dat chill, Om dat zo af te ronden. De ja, nee, maar dat is wel zo. Ja, ja. Maar ja, wat kan ik anders over zeggen? Ja, het is gewoon. Uh, ik vind het lastig. Ja, je vindt het lastig. Maar als je er. Misschien moet je ze wat vaker opschrijven ook. Van dat je, dat je het allemaal goed doet. Je doet het ook allemaal hartstikke goed, vind ik. Ja. ja kijk, ik wil, ik wil. Kijk, ik denk dat ik altijd. Ik, ik zou echt meer kunnen verdienen. als ik klant, klanten zou aannemen. Ja. Als ik uh, klussen voor klanten zou aannemen. Maar ja. ik weet dat ik dat niet leuk vind. Nee. Um, en dat moet ik even bijzeggen, niet voor YouTube. Ik vind het prima om dingen te promoten, maar ik bedoel echt videoklussen. vind ik gewoon niet zo heel erg leuk. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen: van ja, als je dan meer zekerheid wil hebben, dan moet je dat gaan doen. Maar dan kan ik dit allemaal niet doen, want dat kan ik in mijn hoofd gewoon niet bolwerken. Ik kan niet en NDX-video's maken, en met die webshop, en met die spellen, en, en alles wat we doen, kan ik niet. Dat heb ik ooit gedaan, maar toen maakte ik veel minder video's, maakte mm -hmm. ik, deed ik veel minder dingen online. Dus dat gaat gewoon echt niet. Nee. Je kan die twee dingen, te, dat, 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 dat werkt gewoon niet. Nee, maar hoofd, je moet ook ergens goed. op focussen ja. uh, om iets groter te maken, toch? Ja, ja, klopt. En je kan je niet op tien dingen tegelijk focussen en dan hopen dat iets groter wordt of eruit gaat springen. Ik denk dat focus moet je echt op minder, uh, minder gebieden leggen. Ja. Dus bijvoorbeeld op de video's en de webshop, ja. dat is eigenlijk al genoeg om daar je energie in te stoppen. Ja. Anders zou ook natuurlijk nooit iets echt groot kunnen worden... als je daarnaast nog allerlei klussen moet onderhouden. Dat is zeker waar. En het is voor een baaswerk anders. Hè? Toen ik uh, bijvoorbeeld uh, op kantoor werkte... Ja, de ene dag uh, deed je heel weinig en de andere dag deed je heel veel... maar je kreeg altijd betaald. Ja, nou, als ik niks doe, dan komt er ook echt niks binnen. Nee. Nee. Dus dat is het hele verschil van de zekerheid die je dan hebt. Al is dat, dat natuurlijk ook nooit een gegeven. Als ze van je af willen, kunnen ze altijd van je af. Ja. Dat, dat is een illusie die heel veel mensen denken te, ja. dat het dat, dat ja, gewoon niet klopt. Want je kan altijd uh, ontslagen worden. Ja, het, het biedt het? misschien meer zekerheid. Ja, en ik snap het wel dat mensen toen ook hoor. Ik, ik, ja. Ja, het, het, het leven van uh, zelf ondernemen, en zeker wat, wat wij, wat ik doe, qua uh, ook nog eens het hele bedrijf op jezelf laten rusten. Dat is ook niet helemaal. Weet je wel? Als ik, een, als oh, ik niet ja. video's maak, dan, kom, dan komt er gewoon letterlijk niks binnen. Nee, het is heel persoonlijk ook natuurlijk ja. bij jou. Als jij je niet goed voelt, dan. dan, dan ja, als dan ik ook zie videos je video's maken ook. komt er ook weer geld binnen. Ja, maar, maar ja, je ziet het dan ook weer terug in de soort content die je ja. maakt. Ja. En als je voor bedrijven werkt, dan, uh, dan zou je even geen klus aan kunnen nemen. Dan zie je daar ook verder niks van. Nee, precies. Dat is zo inderdaad. Ja. ja. Maar ja, dat is... Uh, het is oh, een onderwerp, meid, heb je gekozen. Sorry, dat ik... Mijn ik grootste heb, mijn grootste. Ik heb het angst. idee dat het, ook, nou, dat dat het eigenlijk heel vaak terugkomt... om deze angst bij jou, ook als wij video's... als wij een podcast opnemen. Ja, ja, ja. financieel is, uh, is een ja, groot ding. Ja, maar je hebt nog steeds niet dat je denkt... Uh, ik ga even uh, iets van een cursus of een uh, coach... of wat dan ook daarin zoeken. Oh, je bent wel bezig trouwens met een coach, toch? Mm -hmm. Maar dat is meer ook voor de... Mentaal. Ja. Ja maar, ja, maar coach op financieel vlak... Uh, dat vind ik lastig, want het kost geld. <laughs> <laughs> ja, dus ik er een beetje toch ik kast geld. Nee, nee, maar ik lees wel boeken en zo. Maar. You need to spend money to make money. Ik, ik lees wel boeken en kijk tv. Daar verandert kijk ook TV. niks mee. Ik voel nog steeds, verlang nog steeds, ik denk nog steeds aan geld. Wow. Is dat een... Uh... Nee, ik voel me nog steeds, ik denk nog steeds, nog steeds alleen. Nou ja, mag je niet zingen, want de smarts staat er toch. Oh, dan ken ik helemaal niet dat nummer. Ik kan je niet laten oh, gaan. Maar wel bizar dus dat dat... Uh, dat het beter is, alleen, alleen is zo. Al... Ja, ga verder. Het bijzonder dat je had weten linken aan deze situatie. Hoe yeah. ja? Een nummertje van Marco. Marco, ja, nou, die zit zo... Die, nou, ik denk dat hij van die financieel ook niet helemaal uh, meer lekker gaat. Nou, Ja, ik mag hopen dat hij wel wat investeringen gedaan heeft om ja, zichzelf te redden, zo, toch? Ja. ja, want dat is ook nog wel eens dat ik denk, ja, moet ik dan niet gaan... Maar ja, ik heb het geld niet <laughs> ja, Doe eens dus normaal. Investeren met wat? Ja, die, weet een tientje ergens opzetten? Nou, lullig. <laughs> Dat is meer jouw financiële situatie, gek. <laughs> ja, so, Nou ja, ik zou er dus nooit, dat vind ik nou echt. Ik denk bitcoin en zo, dat zou ik nou nooit doen. Nou, ah, daar heb ik ook nog staan. Ik heb <laughs> bitcoin en ik heb ook nog aandelen, maar. Ja, het lijkt heel, is klein, klein, heel slim echt te zijn, maar ik denk toch als je maar. niet weet wat je aan het doen bent, ja. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik denk dat ik bij alles ook geld heb verloren. <laughs> <laughs> maar dat was, een, was in de COVID-periode. Toen dacht ik, ja, laat ik het maar eens gaan proberen. <laughs> ja, maar iedereen werd wel gek gemaakt met die bitcoin. Ja, maar he? nu laat ik het staan en ik zie het wel. Als het al 20 jaar ineens Gelder waard is, het dan prima. En als het niks waard is, het dan ook prima. Ik kijk er ook echt niet Mensen meer naar. hebben zo vaak iets laten gaan, hè? Wat daarna heel groot kan werd je en veel. Niet laten <laughs> te gaan. <laughs> En we hebben ze zo vaak bitcoin laten gaan. Ja, het is wel awesome. En dan denken ze: als ja. er zo'n opportunity komt, denken ze van nu ga ik het nee, aanpakken. Ik had, ik had al iets gekregen ooit van Sasuke de Broer. Mm -hmm. En dat was ineens omhoog aan het gaan. Toen ook, dat ja, is wel interessant. En ik dacht ook wel inderdaad: oh, is het is vet als je erop ingestapt was bij 10 cent. Maar ja, het <laughs> slaat nergens op natuurlijk. Want uh, wie de fuck gaat. Ja. 10 cent was dat als je destijds wel 100 euro aan die dingen had besteed, dan was je gewoon miljonair geweest. Ja, maar ja, dat is met heel veel dingen in het leven. Ik weet nog dat een vriend van mij zei van die Bitcoin, dat is wel cool. Toen dacht ik zo 10 cent, is ook wel. Als je, als je dan moet je er wel veel van kopen. Toen was het dus voor mij iets van misschien 20 cent of zo, denk ik. Ja? Bitcoin, zoiets. Ja, het was heel lang geleden. Mm -hmm. Toen dacht ik van ja, 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 ja. ja. Ik had er niet eens over na eigenlijk, om het te kopen of zo. Hoor. Ik dacht gewoon van ja, nee. ben je student of uh, ja, was student. Ja, was student. En dan kan je wel beter het geld uh, gebruiken. Maar ja, als ik uh, had geweten dat 35.000 euro per bitcoin werd op een gegeven moment. <laughs> ja ja dan had ik het wel gedaan. Maar ja, goed, dat is altijd achteraf gezegd, natuurlijk. En dat is nu ook achteraf gezegd. Misschien, als ik kijk over tien jaar en denk van Jezus, wat maakt me toen druk? Want ik heb uh, het Gouden ei gevonden. Of uh, ik uh, maak me er gewoon niet meer druk om. Ofzo. Het gouden ei? Ja, met, uh, waar, waar ik heel veel geld heb. Uh, het is toch een boek? Heb. Het gouden ei, zeg je als je iets hebt gevonden wat je heel veel geld oplevert. Maar waarom heet dat boek dan het Gouden Ei? Het nee, ging niet over geld. Niet, ik weet niet waar je toch welk boek je bedoelt. Ken je dat niet. Nee, maar het Gouden Ei stond op de leeslijst verplicht. Gouden Ei. Leuk. Van uh, uh, Jeroen je uh, ja, zeker. Ja. ja, maar dat gaat niet daarover, dat klopt. Nee. Maar het gouden ei vinden is dat je iets vindt wat heel erg veel waarde heeft. Weet je wat ik nou zo leuk vind, dat ik door jou altijd allemaal spreken worden, Leer? Ja, nu. Maar ik Weet je wat ik zo leuk vind aan jou? Is dat ik had er altijd aan het begin twijfelen of ik het wel goed heb. Ik heb ze nooit begrepen en dankzij jou kan ik nu van alles toepassen. Ja, dat is ook leuk, want ik word er nu te pas en te onpas om de oren gegooid. Shit. Maar goed, hebben we nog Snack van de week? En Snackie van de week is de Seven Up Mojito. Van jou, ja ja, ja. ja? ja, die was echt fantastisch. Die, zit in de, die zat in de mystery Box. Ja. Mocht je dit dus zien in de mystery Box nog niet hebben opengemaakt. Sorry. Oh, echt mijn oprechte excuses, maar je gaat er heel erg van genieten. En de mijne is uh, pepernoten, maar dan de pepernoot, niet de Kruidpepernoot. Want zo heette blijkbaar de Kruidnoten vroeger. De uh, pepernoot, pepernoot, dat uh, rare ding. Ja, je bent erachter Heer, gekomen dat dat de... uh, waar je mensen constant van beticht dat eigenlijk niet waar is, toch? Nou, het is eigenlijk nog steeds wel waar, want het heet nog steeds de kruidpepernoot. Ja, maar officieel mag je kruidnoten ook gewoon pepernoten noemen. Ja. En het is voor jou ah. heel pijnlijk om dat te horen, ik begrijp ja. Het? ja. Maar ik vind het zo bizar, want pepernoten zijn wel gewoon pepernoten. Ja, ik snap ook niet gewoon waarom we het onderscheid er niet ervan. inhouden, maar... Maar goed, de pepernoot is gewoon geweldig. Ja. Sinterklaas komt er natuurlijk weer bijna aan. Ja, ik weet niet of de dat kinderen... Dat vet lang, joh. Uh, weet niet of het... De... Nog. Nee, over anderhalve week. Het huh? oh, komt toch in december aan, die rek? Nee, natuurlijk niet. 5 december is de jaar en dan gaat hij weer weg. Oh, okay. Hij komt ergens halverwege november aan. was oh. over anderhalve week. Volgens mij niet komen komende zaterdag, maar die zaterdag erop. In welk hotel verblijft hij? Weet je dat al? Hoezo? Wil je, wil je wat gaan doen? Hand de spandiensten. <laughs> Doe ze normaal. Met dat de, oude de man, Dat is De oude man, hè? Vies Maar goed. Ja. Weet je, wat een leuk onderwerp heb je weer per dag, meid. Sorry, wil je weer opnieuw opnemen? Nee? Hoezo? We kunnen weer een nieuwe opnemen, als je dat ja, wil, we, hoor. Dit, <laughs> en de nou, Over alles positief. We vorige week hebben we namelijk ook een onderwerp... Uh... Nou, ik zeg altijd maar, nooit in uh, wanneer het slecht gaat denken... Uh, het gaat slecht. Het gaat slecht en dit gaat nu voor altijd zo zijn. Want je zag, een dag later voelde je, je al veel beter. Toen ja. kon die podcast, kon net een in de prullenbakkie... He, want je vond het too, too, too negatief. Ja, en dan, maar nu is het ook weer negatief. Ja, maar want, nou, negatief. Ik weet ja. toch een vet gezellig podcast. Het Wat is negatief? toch <laughs> niet. Mentaal draining podcast. Ja, het is een Mental draining podcast. Yeah, mental draining, uh, podcast. You're yes. Speaking with Elwin. Misschien moet het uh, het uh, het gaan omgooien. Geen onderwerpen meer bespreken en gewoon uh, hmm. alleen maar grappetjes. Ik zit dus te denken, misschien kunnen we gewoon Also, for our international fans, more English. Well, that could be, yeah. Because <laughs> we have so many international yeah, fans. Yeah, we have, we yeah. have the, the, the next podcast is going to be in English. And then oh, yeah. the, the one after that is going to be in Mandarin. I can't speak that. Uh, we have to try. No. Uh, maybe we can uh, take a course the, the, the next uh, couple of weeks. Yeah. So uh, we come back when, <laughs> when we know Mandarin. It was to be a few years then for yeah. me, because I'm not good <laughs> with those stuffs. One, one word in Mandarin. Nee, ik kan niet, ik ben heel slecht in talen. Ja, ik ook. Ja. Mm. Te onthouden, ik kan Engels goed omdat ik op allemaal uh, forums uh, gespendeerd heb, maar mijn uitspraak is niet goed, maar ik kan het wel goed typen. Ah, oké. Okay. Dus ik had ze jaren achter elkaar, deed als een grote nerd. Nou, daar hebben we de volgende keer wel weer over. Oh. Bedankt uh, voor het luisteren en uh, tot de uh, volgende week. En dan gaan we het hebben over overprikkeling. Dus mocht je daar vragen Weer? over hebben, laat het we gewoon weten. We hebben het altijd over overprikkeling. Ja, maar nu echt over overprikkeling. Ja, Jouw okay. tips en tricks ga je delen. Oh, leuk.